democraten. Voor ons als fanaten van het dualisme is dit natuurlijk het hoogtepunt. Het democratische congres van de meest democratische partij van Nederland. Alle checks en balances zijn hier vandaag aanwezig. Onze fractie controleert kritisch het kabinet. Ons landelijk bestuur controleert de fractie. En wij, de leden verenigd in de ALV, controleren het bestuur. En ja, natuurlijk, wij als Jonge Democraten, wij controleren jullie allemaal. Het dualisme is zo ongeveer het belangrijkste instrument dat democraten kunnen gebruiken om macht te controleren en binnen de perken te houden. Je voorkomt belangenverstrengeling, corruptie en uiteindelijk dictatuur. Dualisme gaat natuurlijk veel verder dan een verbod voor een burgemeester om de gemeenteraad voor te zitten. Je brengt het ook in de praktijk in het parlement en natuurlijk binnen onze eigen partij. Een partij als de onze gelooft in individuele zelfbeschikking. Dat betekent niet dat wij alles zelf willen doen, maar wel dat we overal zeggenschap over willen. Onze vertegenwoordigers, of dat nu het landelijk bestuur, de fractie of onze bewindspersonen zijn, moeten dus te allen tijden kritisch kunnen worden ondervraagd. Een echte liberaal is namelijk altijd sceptisch over het afstaan van macht en zal gezagsdragers altijd openlijk betwijfelen en bekritiseren. Het afgelopen jaar heeft ons kabinet ons veel goeds gebracht. Denk aan het vaderschapsverlof, het klimaatakkoord en de investeringen in onderwijs. En hopelijk, als de vergrijsde vakbonden meewerken, ook een pensioenakkoord zonder indexering, zonder doorsneepremie en zonder verplicht collectieve belegging. Maar de meest positieve punten uit het regeerakkoord liggen nog in het verschiet. En we snappen dat je in een coalitie ook compromissen sluit. Maar laten we wel wezen, het afgelopen jaar was niet altijd makkelijk voor ons. Veel van onze ideologisch belangrijke standpunten, zoals het referendum en het recht op privacy, zijn door dit kabinet afgeschaft. En het hele idee dat het niet per se schadelijk is als aandeelhouders een beetje belasting betalen, wordt in twijfel getrokken. In deze coalitie werken wij samen met een partij die zich liberaal noemt, maar de rechtsstaat onherstelbare schade toebrengt. Zo wil die partij de gelijke behandeling van gelijke gevallen voor de rechter ter discussie stellen. Diezelfde VVD levert een minister die de halve wereld tegen zich in het harnas jaagt met zijn racistische uitspraken. Op dit soort momenten hebben wij onze fractie nodig die kritiek levert op dit kabinet. Wij hebben een fractie nodig die tegen het kabinet zegt dat de verhoging van de rente op de studieschuld in strijd is met de beloftes van het leenstelsel. Wij willen een fractie die bij de minister afdwingt dat een studieschuld niet meer mag meewegen bij het aanvragen van een lening. En toch gebeurt het niet. Dus ik vraag u, leden van de fractie, sinds wanneer is D66 dé onderwijspartij banger voor banken dan voor studenten? Daarom heeft ons landelijk bestuur tot taak de fractie terecht te wijzen op momenten dat ze te erg van de partijlijn afwijken. Maar gebeurt dit wel genoeg? Deze week nog verscheen in de NRC een stuk waaruit bleek dat het landelijk bestuur de stemadviezen kan gebruiken om de inhoud van moties te beïnvloeden. Beste leden van het landelijk bestuur, uw taak is het controleren van de fractie, niet het controleren van de ALV. Want wij als ALV zijn het hoogste orgaan binnen deze partij. Wij moeten met voorstellen komen. Wij zitten hier vandaag zo'n 8 uur lang met z'n allen bijeen. En maar 50 minuten daarvan, worden besteed aan moties. En deze moties worden ook nog eens parallel aan elkaar behandeld, zodat je nooit overal tegelijk je stem over kan uitbrengen. Hoe is dat te verantwoorden voor een politieke organisatie? Hoe is dat te verantwoorden voor een democratische partij? Lieve leden, dit is meer dan een netwerkevent of een applausmachine. Wij spreken hier over de toekomst van Nederland.
En zelfs als de leden met een voorstel komen, is het nog geen garantie dat er iets mee wordt gedaan. Toen de leden de partij opdroegen om een congres in Brussel te houden, reageerde het landelijk bestuur met een simpel nee, het wordt een soort van symposium. Maar het probleem zit er maar in dat wij op geen enkele manier het landelijk bestuur hier ter verantwoording kunnen roepen. Wij kunnen geen bestuursvragen stellen, maar moeten onze vragen of opmerkingen naar het bestuur in motie stoppen, waarover het bestuur dan weer adviseert. Maar verantwoording over het gevoerde beleid vindt niet plaats. Beste leden, dit is toch strijdig met alles waar een liberaal voor staat? Er is hier een patroon zichtbaar. Op 15 maart 2017 heeft de kiezer gesproken. De Tweede Kamer bestaat uit de 150 vertegenwoordigers van het volk. De vertegenwoordigers in de Kamer zijn dus soeverein. De Kamer moet richting geven aan de koers van het land. Alle 150 hebben ze één stem. En elke keer als 75 plus één stemmen worden behaald, dan moet er een besluit over worden genomen. De Kamer moet een stem over de belangrijkste onderwerpen. En vervolgens zoekt de Kamer experts om dat beleid verder uit te werken. Daarna beoordeelt de Kamer of de lijn van de volksvertegenwoordigers voldoende is gevolgd. En dit geldt niet alleen voor de Tweede Kamer, dit geldt ook voor de interne werking van onze partij. Tijdens de kabinetsformatie heeft D66 zich uitgesproken tegen een minderheidskabinet. Maar wat een kansen biedt dat juist. Onder Rutte 2 heeft D66 veel voor elkaar gekregen als onderdeel van de constructieve oppositie, ondanks dat het kabinet een minderheid had in de Eerste Kamer. Dus wees niet bang voor een duaal systeem waarin kabinet en parlement van elkaar zijn gescheiden. Om deze vorm van dualisme te bewerkstelligen, om een echte democratie met scheiding der machten te creëren, is D66 ooit opgericht. D66 was dé anti-establishment partij van Nederland. Nu D66 onderdeel is geworden van datzelfde establishment, hebben we de uitgelezen kans. Blaas de hele bol op. Breek het systeem open. Maak het transparant. Hoe krom is het bijvoorbeeld dat een lokale fractievoorzitter kan uitonderhandelen dat hij zelf een goed betaalde bestuursfunctie krijgt als wethouder? Beperk die mogelijkheden van lokale en landelijke volksvertegenwoordigers om door te stromen naar een uitvoerende bestuursfunctie. Het volk kiest iemand om hen te vertegenwoordigen, een volksvertegenwoordiger, en niet een bestuurder. En hoe moeten die lager geplaatste volksvertegenwoordigers hun eigen politieke leiders en tevens voormalige collega's dan nog controleren? Hans van Mierlo sprak in een van zijn laatste publieke optredens bij Pauw en Witteman in 2010 over de dodelijke omhelzing waarin de uitvoerende en de wetgevende macht verkeerden. Deze omhelzing is naar mijn idee sindsdien enkel verstikkender geworden. De jonge democraten hebben de afgelopen jaren met liefde de rol van interne oppositie gespeeld. Maar dit moet niet alleen aan ons zijn. U allen hebt een stem. 50% plus één van de aanwezigen hier moet de koers van het landelijk bestuur bepalen. En dat landelijk bestuur ziet vervolgens toe op het groepje experts, onze fractieleden, en controleert of zij de partijlijn voldoende volgen. Beste democraten, enkel met sterk dualisme krijgen wij een sterke democratie.